Totaliteit en oneindigheid is het meesterwerk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Het boek verscheen in 1961 en groeide spoedig uit tot een van de meest invloedrijke werken van de naoorlogse filosofie, waarin het denken over ethiek een nieuwe wending krijgt. Uitgegeven door uitgeverij Boom in een grondig herziene versie met een vertaling door Theo de Boer en Chris Bremmers. Ja. Wat moet je hier nog aan toevoegen? Totaliteit en oneindigheid is een klassieker binnen de filosofie. Het is geen gemakkelijk boek, het is ook een stevig boek en er staan zinnen in waar je wel een dag over na zou kunnen denken. Met de term totaliteit geeft Levinas aan dat we een soort denkkader gebruiken om de ander te begrijpen. Er ontstaat een kader waarin ik en de ander alleen maar verschijnen als een soort tegenstelling. Dat houdt in dat we de ander niet werkelijk als anders begrijpen, maar proberen daar een beeld van te vormen binnen onze eigen begrippen. Dus die ander die overstijgt niet ons begrippenkader. Dat gebeurt altijd, zou je kunnen zeggen. Er is echter één begrip, en Levinas voert dat op, wat buiten alle denkkaders omgaat. Begrip oneindigheid. Descartes had het er al over, dat idee van oneindigheid dat we in onze geest kunnen vormen, en Levinas grijpt daarop terug en gebruikt het om het tegenover de totaliteit van ons denken te zetten. Wonderlijk, hè, dat oneindig. Als kind dacht ik altijd al van, ja, hoe kan dat nou? Er is toch altijd nog een hekje, of een grens, of een kader. Hoe kan iets nou oneindig zijn? Nou, Levinas zegt, als we nou dat idee van oneindigheid doordenken, dan komen we op een andere relatie terecht tussen ik en de ander. Dan wordt de ik niet begrepen meer vanuit dingen die we al kennen of dingen die we daar vanuit ons eigen denken aan toevoegen, maar er is iets wat ons begrippenkader, ons zou je kunnen zeggen beperkte begrippenkader, overstijgt. Met de komst van de ander wordt ons denken radicaal veranderd.